Op het Sint-Pietersplein kwamen vandaag duizenden mensen samen om afscheid te nemen van Luc de Vos. Luc was zeer geliefd bij de jongeren. Luc de Vos is eigenlijk de artiest waar ik mee opgegroeid ben. Toen ik 10, 11 jaar was en ik begon actief naar muziek te luisteren, dat was eigenlijk dat dat meezong als klein manneke. Ha, Luc de Vos, dat was voor mij echt het verhaal van mijn jeugd. Zijn nummers, die, dat was zelf voor de ziel. Ik ben daarmee opgegroeid. Ik heb de cd's gepikt uit de kamer van mijn broer. Dat was, ja, het is een enorm triest moment. Ja, ik vond Luc de Vos een fantastische mens. Toen ik hier kwam studeren in Gent, zag ik hem geregeld op straat lopen. Ik zag hem overal. En ook muzikaal vond ik hem fantastisch. Luc de Vos was een hele grote meneer voor mij. Ik speel zelf ook muziek en Luc de Vos heeft daar heel veel invloed op gehad. Ook omdat hij gaf altijd het gevoel dat je goed bezig werd en hij heeft een paar keer zo gecoacht. En ik kon het al zijn beste. We zijn van Gent en Luc stond altijd klaar met zijn liedjes voor ons, wanneer dat we wouden. En nu staan wij vier klaar voor hem. Zij zijn van de Vos, ik ben van de Scouts en dat maakt niet uit. Sowieso aan het kampvuur zingt je Mia en zelfs ja. Giro. En dat ook, we zijn alle vier van Gent ook, dat je daarmee... Je wordt daarmee geboren, iedereen kent die. De middenstand regeert het land. Beter dan ooit tevoren. Mia heeft het licht gezien. Ze zegt, niemand gaat verloren.